Hallo allemaal! Hallo! Leuk dat je weer kijkt naar deze gloednieuwe video met vandaag een hele speciale gast, namelijk... Simon! Yay! Simon is hier om een hele speciale challenge te doen. Namelijk de... Snapchat Challenge! Op Snapchat kun je elkaar natuurlijk foto's sturen die je 1 tot 10 seconden kan zien. En die 1 tot 10 seconden, die staan op deze briefjes. Dus 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 10! Eerst trekken we een briefje uit deze stapel. En vervolgens trekken we een opdracht uit dit doosje. Ja, en die moeten we dan uitvoeren binnen het aantal seconden dat op dit briefje stond. En dan zien we wel wat er gebeurt. Dus dat was leuk. Ja. Dus doe alvast een duimpje omhoog. Dan gaan we na de intro beginnen. This first day. Oké, Simon, pak maar het eerste kaartje. Oeh. Wat is dit? 9. Je hebt 9 seconden om... Laat de ander lachen. Je 9 seconden gaan nu in. Hoe laat is het als een olifant op een hek zit? Tijd om een nieuwe hek te kopen. Nou, oké. Hey, Rutger, het is jouw beurt. Yes, ik pak deze. Oh, er zijn er heel veel. Oké. Twee. Wow, dit wordt heel lastig, denk ik. Ik heb 2 seconden om... Verzin een Sinterklaasrijmpje om in de stemming te komen. Oh, maar 2 seconden. Sinterklaas is in het land, dus cadeautjes staan in de krant. Hey! Yay! Ontroerend. 2 seconden. Ja, dat schudt het zo op mijn mouw. 8 seconden. 8 seconden om. Een rekensom. 47 plus 24 min 3. 68. Ja, ik weet het antwoord eigenlijk niet. Ik reken hem goed. Deze. Welke? Oké. 10 seconden. 10 seconden. Dat zijn er 2. Oh. Ik heb 10 seconden om. Beeld je favoriete emoties uit. Oké. Ja, ik weet niks. Ik kan het. Dat is maar die Sass Queen. En dan hebben we de dansende vrouw. En dan hebben we de glitters. En dan hebben we de watermeloen. En de... Ja, ik weet niks. Oh, 10 seconden. Ik blokkeer gewoon helemaal. Ik had een totale blackout. 4. Je hebt 4 seconden om. Gorgel de first day intro. Ik geef alles. Oké, ik neem een slok en dan ga je tellen, oké? Ja. Oké. Nee! Alles zit onder! Nou, ik denk dat ik een nieuwe intro heb bij deze. Oh, mag ik het eens? Ik wil daar ook proberen. Je hebt ook zullen we tegelijk? Ja! Kom, we doen het. Oké, wacht. Cool. Nee! Is je dat voor mij gedaan? Gadver! Ik denk dat de tijd is om heel snel... De video loopt in het water, jongens. Gorgel! Het is net alsof ik babyvoeding heb gegeven net. Melk is goed voor elk. Dus. Hey. Oké. Okay. Terug naar de challenge. Ja, een nummer kiezen. Een nummer. Deze. 7. Om. Perform, do you want to build a snowman? Oh, nou. Hè? Waarom heb ik maar 7 seconden? We used to be best buddies, but now we're not. I wish you could tell me why. Do you want to build a snowman? It doesn't have to be a snowman. Oké, bye. Wel jongens, oh, overal. Van het koude water. Alles lekt. Ja. Nog maar 4 nummers. 1! Oh nee. Oh, dit is de allermoeilijkste. Imiteer een bekende YouTuber. In 1 seconde. Nou, succes. Oké. 3, 2, 1. Hallo en welkom in mijn keuken.
Hallo allemaal, ik mis het handje. Oh. Hallo allemaal en welkom in mijn keuken. Ja. Joyce Joyn was dat. Voor de duidelijkheid. 6. Teken jezelf over 50 jaar? Oh my god. Een zelfportret. Oké. Okay. Wacht, ik wil eerst even iets visualiseren. Want ik moet eerst maar even inbeelden over 50 jaar. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? Maar 6 seconden. 6 seconden. Je moet best snel. Wow. Je tijd gaat nu. Ja, stop. De tijd is klaar. Ja, dat was wel erg snel, jongens. Ik dacht, ik heb dan inmiddels heb ik glitterogen, een baard en ik heb een pet op. En ja, toen had ik geen tijd voor een neus. Die heb ik waarschijnlijk tijdens de plastische chirurgie eraf laten halen. Ja. Oh. Ja. Vijf seconden. Je hebt vijf seconden om. Een boer laat te laten. Een boer. Wat? Godverdamme! Sorry. Wacht even hoor. Ah, hier ga ik echt niet naast zitten hoor. Kan je dat niet op commando? Nee. Denk ik. Oké. Okay. Je doet zeg maar, je pakt wat lucht in je mond. En dan doe je... Nee, dat kan ik echt niet. Ja, ik ben wel in een boerendorp opgegroeid, maar dat hebben ze me nooit geleerd. Ja, je moet gewoon... Ja. Nou, maak er een keer een tutorial video over. Hoeft niet op mijn kanaal. Ogen dicht. Ook een nummer. Ogen dicht. Drie seconden. Nou, pak een groen ding rechts van je en promoot het als een reclame. Wist jij dit? Nee. Oké. Okay. Dit is echt, ligt rechts van... Nou. Tel je? Oké, wacht. Ja. 3 seconden. Ga nu in. Nou, dit is echt de meest dikke zitzak die ik heb. En hij is groen en hij is mooi en hij is heel erg lekker. En hij is erg... Oh! Ja. Wow. Wow. Voorzichtig. Ja. Nou, dat lucht op. Alleen, ik heb eigenlijk totaal niet bijgehouden op wie nou heeft gewonnen ofzo. Wie vinden jullie dat er heeft gewonnen? Wie heeft het beste de opdrachten uitgevoerd? Simon? Of ik, laat het even weten in de reactie. En laat even weten wat je van de challenge vond. Want zeker. We hebben hem soort van zelf bedacht. En ja. Dus als je hem leuk vond, geef hem dan echt een duimpje omhoog. Ja, en we hebben ook nog een video gemaakt op Simon's kanaal. Namelijk een soort Q&A, maar dan met een twist. Namelijk de Whisper Q&A. Dus we gaan proberen vragen te beantwoorden. Nou, weet je wat, kijk gewoon maar op zijn kanaal, dan zie je de video. Die video is ook heel erg leuk geworden. Nou, hey, bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel graag. Volgende week Thursday weer. Doei. Doei. Zo, je leert snel hoor. Je leert snel. Doei.